Goedemiddag, met Porsche met Helga. Goedemiddag, je spreekt met Marcus. Spreek ik met speelgoeddieren.nl? Ja, spreekt u mee. Oké, ik had een vraagje. Mijn kinderen die supporten nogal de boeren. En waar ze nogal mee bezig zijn, daar zijn ze echt trots op, zeg maar. En mijn vraag was, verkopen jullie ook boeren speelgoed? Boeren speelgoed? Een boerderij, een stal, een tractor en zo, daar heb ik allemaal wel, ja. Ja, klopt. En ook Boeren Smurf zag ik zelfs op de site. Wat zegt u? En ook een Boeren Smurf zelfs zag ik op de site. Een Boeren Smurf? Ja, die verkopen jullie ook online, zag ik. Nee, Boeren Smurf. Ja, serieus? En die heet gewoon Boeren Smurf, zegt u. Ik zocht op boer en toen zag ik ook een Boeren Smurf inderdaad op de site. Oh ja, maar die is niet meer op voorraad, zie ik. Oh, die Boeren Smurf is niet meer op voorraad. Die moet wel weer komen, dat klopt. Die is uitverkocht. Oh, die is uitverkocht. Ja, die wilde ik inderdaad ook kopen, maar ja, dat maakt niet uit. Maar als ik al die andere boeren speelgoed kopen. Hoe duur zal dat bij elkaar zijn dan? Die andere smurfen daarvan? Nee, gewoon de andere boeren. Boerin, boer, stalknecht, boer met riek, het varken. Oh, dat weet ik niet meer. Dat zo allemaal los wat dat kost. Nee, dat staat allemaal op de site. Ja. Dus dan kun je, als je zelf kijkt wat je leuk vindt, hoe doe je het in het winkelmandje, dan kun je zien of op wat een bedrag je uitkomt. En dan kun je het ook uit het winkelmandje doen. Ja, ik weet niet of u het merkt, maar wordt het nu beter verkocht sinds de boerenprotesten? Nee, dat maakt niet zoveel uit. Nee, want bij ons heel veel paarden en zo, waar juist veel verkocht wordt. Oké. Ja, want ik dacht nu met het hele gebeuren, zal u vast beter verkopen, denk ik. Ja, nee, een beetje hetzelfde eigenlijk. Dus dit verkoopt altijd gewoon goed. Dus, want mijn kinderen zijn in ieder geval heel erg fan van de boeren, wat ze nu allemaal doen. Dus daarom dacht ik ook, ik ben bij u aan het juiste adres voor boeren speelgoed. Ja, we hebben wel inderdaad alles van Swaik en zo van boeren dingen. Dat klopt wel. Boerderij, de thema boerderij heb je daarvan. Is goed. Dan ga ik online even kijken en dan ga ik even allerlei dingen bestellen, denk ik. Helemaal goed. Heel fijn. Dankjewel. Bedankt. Oké, heel bedankt. Doei. Dag. Wil jij ook boeren speelgoed voor je kinderen bestellen? Klik dan op de link in de beschrijving. Woehoe, ciao!